Besturend Stichtse Veg buigt zich over de vraag hoe en waar opvang van vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen realiseerbaar is. Dit vanwege het verzoek van het kabinet. Het college heeft een inventarisatie laten maken van mogelijke geschikte opvanglocaties. Residence de Marseveensplassen, voormalige fabriek Interno aan de Merwedeweg in Breukelen en kantorencomplexen aan de Planetenbaan in Maarsebroek werden door het college naar voren geschoven. Doel van de commissievergadering was om te komen tot besluitvorming in de raad van 15 december aanstaande. Ik geef nu al twee keer toe aan dat in Maarsebroek de meerderheid van de inwoners zou hebben aangegeven dat ze het niet willen. Maar dat is gewoon een feitelijke onjuistheid. Dus zoals wij er als D66 naar gekeken hebben, maar dat hangt ook van de locatie af. Maar wij denken aan locaties van rond de 100 personen. Voor de PvdA-fractie is het dan ook reden om serieus te kijken naar tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen in onze gemeente. Ik neem aan dat wij graag zelf aan het roer willen blijven. De commissievergadering bracht veel bezoekers en insprekers op de been. Net als de enquête vanuit de gemeente waren ook de meningen van insprekers verdeeld. Ik zal beginnen met de reden waarom ik spreektijd heb aangevraagd. Die reden, ik zal er openlijk voor uitkomen, is angst. Ieder mens is evenveel waard. Nederlander, Syriër, man, vrouw, jong, oud, homo, hetero. Ik ben verbaasd over de mogelijke opvanglocatie aan de Gageldijk in Maarsen. Deze locatie ligt bijna op de grens met Utrecht, zodat het niet ondenkbaar is dat er door de gemeente Utrecht ook ergens in de nabijheid nog een opvang gerealiseerd gaat worden. Dat zou dan ook mogelijk betekenen dat ik dus mijn bedrijf zou moeten verhuizen na 5 jaar. Graag spreek ik in namens het solidariteitsplatform Stichtse Vecht en namens een aantal maatschappelijke begeleiders van statushouders in Loenen, Maarsen en Breukelen. Is er vooronderzoek gedaan voor de locaties? Ik maak me grote zorgen over de veiligheid van ons dorp, de komst AZC. We hebben geen bezwaar tegen een asielzoekerscentrum, mits dit voor hele gezinnen is. En ik weet van heel veel mensen dat ze daar niet op zitten te wachten. En het standpunt van het Vechtcollege in zaken het voornemen tot een mogelijke vestiging van een AZC is neutraal. De bewonersvereniging heeft direct daarna, na bekend worden van het nieuws, een enquête uitgezet om te peilen hoe bewoners in dit gebied hierover denken. Indrukwekkend was het betoog van Syrische vluchteling Rashid. Ik ben computer engineer. Sinds 4 maanden woon ik met mijn vrouw in Kokkingen. Ik spreek een klein beetje Nederlands, voordat ik ga met Engels nu. So please, ladies and gentlemen, I ask all of you in the name of humanity to give all the refugees a hope and a safe place and a safe life. And also to give the Dutch people, especially the people who living in the Stichtse Vecht area, a chance to experience by themselves how is it if they have a refugee camp. And I believe it's the giving a positive to both sides, refugees and also the citizens, like what happened to me in Kokkingen. At the end, I want to take this chance to thanks Holland and to thanks all the people from Holland, because at least they give me and my wife and my future baby a future and a new hope to live safe and quiet. Thanks you. Thanks. Duidelijk uit de vergadering kwam naar voren dat de locatie Residence de Marseveense Plassen op korte termijn geen reële optie is. Op het park wonen circa 150 mensen die door de komst van de vluchtelingen dakloos zouden worden. Ook de locatie aan de Merwedeweg is op korte termijn geen reële locatie. De verpauperde fabriekslocatie is eerder tot meest verrommelde plek van de provincie Utrecht verkozen. Ook de locatie aan de Planetenbaan riep meer vragen op dan antwoorden. Een locatie aan de straatweg 66 in Breukelen werd door Stichtse Vecht beweegd als mogelijke locatie aangedragen. De commissie kwam dan ook tot de conclusie dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming in de raad. Zolang de raad of deze commissie nog niet heel duidelijk heeft aangegeven om welke locaties het gaat, kunnen wij met de informatie die wij nu verstrekt hebben, dat is de informatie die we maximaal kunnen geven. En verder zal dan uitgezocht moeten worden, maar dat is ook aan de raad, om hoeveel mensen het gaat en op welke plekken. De raadsvergadering van 15 december over dit onderwerp is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een tweede commissievergadering gehouden.